Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier voor de Kloostertaverne. De rasechte Bredanaar heeft hier zeker wel eens een keer een pannenkoek gegeten. En menig carnavalsband heeft hier zeker geweest voor een ontbijtje met carnaval. Of misschien wel gebruik gemaakt van het café. Echt een begrip. Al ruim 33 jaar zit Kees van Wanrooy hierin als eigenaar. En Kees gaat ermee stoppen. Wat gaat er nu met de Kloostertaverne gebeuren? Eigenlijk was ik nog niet van plan om te stoppen. Ik twee jaar geleden na de overlijden van mevrouw besloten om toch door te gaan. En ja, dat gaat allemaal goed natuurlijk. Totdat mijn zoon Paul en zijn vrouw Marjolein besloten om dit over te nemen. Dus ja, dat was voor mij een ideale situatie. Ik kan lekker boven blijven wonen. Zij kunnen hier de zaak verder doen en ja, zij met een ander concept. Dus voor mij ideaal. En zij vinden het ook geweldig. Dus. En dan even een ander concept hoorde ik. Wat gaat er met de Kloostertaverne gebeuren? Ja, die gaat ingrijpend veranderen. Zij willen er een Spaans restaurant van maken. Dus Spaans, dat wil zeggen niet direct een tapasbar zoals er zoveel zijn. Maar echt Spaans restaurants, echte Spaanse gerechten. De echte Spaanse smaak willen ze hier naartoe halen. Met een Spaanse kok. En ja, de zaak zal grondig verbouwd worden. En ja, zoals de mensen gewend zijn, zal het toch een warme, gezellige tent blijven. Oké, en Pen, wanneer stopt u ermee, als ik dat mag vragen? Nou, de 30ste december, dan houden wij ons afscheidsfeestje. Dat is dan de laatste dag dat we hier nog werken, zeg maar. Ja, en dat is dus 2016, 30 december 2016. Ja. Dan een vraagje van alle carnavalsfeeders en dan met name de carnavalsbandjes hier in Breda. Kunnen die nog terecht in 2017 voor een heel leuk carnavalsfeest? Nou, het is zo, ik heb er zelfs niks over te vertellen gehad, want de carnavalskapellen zelf hebben er iets geregeld. En die hebben zelf de datum geprikt en besloten om hier een feestje te geven nog. En ja, dat is alleen maar geweldig natuurlijk. Dat is op 17 december. En dan ja, is wat mij betreft dan het laatste carnavalsfeestje hier in de Klooster. Ja, wat toch altijd wel een carnavalstentje geweest is, hè.